De economische wereldcrisis met als kenmerkend aspect de crisis van het wereldkapitalisme. En we gaan in deze video's kijken hoe de politiek, de overheid, reageert op het uitbreken van die grote economische crisis. Maar eerst gaan we natuurlijk kijken waarom die crisis überhaupt uitbreekt. En we beginnen ons verhaal op 24 oktober 1929, een dag die bekend is komen te staan als Zwarte Donderdag of Black Thursday. Want we gaan naar New York, naar Wall Street, een van de belangrijkste handelsbeurzen in die tijd al. En we zien hier de voorpagina van de krant van de dag erop. Wall Street is in paniek omdat de aandelenkoersen crashen. Ze gaan gigantisch hard onderuit. En op die dag, die Zwarte Donderdag, verliezen heel veel Amerikanen enorm veel spaargeld dat ze geïnvesteerd hadden in die aandelen. Nou ja, en die dag, die Zwarte Donderdag, die vormde eigenlijk de aanleiding tot een wereldwijde economische crisis die de hele jaren 30 zou blijven duren. En je ziet ook aan die rechterafbeelding dat die wereldwijd is, want hier zien we een Nederlander in die jaren 30 die op zoek is naar werk. Wie helpt mij aan werk? Onverschillig wat. Het maakt me niet eens uit wat, als ik maar weer aan het werk kom. Zo hoog was de werkloosheid. Ja, en waar komt zo'n crisis dan vandaan? Wat zijn daar de oorzaken van? Nou, in de eerste plaats zijn natuurlijk economische oorzaken. En we gaan nu echt kijken naar de Verenigde Staten zelf, want daar begint die crisis. En in die Verenigde Staten zien we dat er bijvoorbeeld heel veel overproductie is in de landbouw en in sommige sectoren van de industrie, zoals bijvoorbeeld de mijnbouw en de spoorwegen. Om daar een voorbeeld van te geven, hoe dat dan kan, die landbouw bijvoorbeeld. Nou ja, tijdens die Eerste Wereldoorlog werd er in Europa heel veel gevochten. Daar moest natuurlijk wel gegeten worden ook, dus Amerikaanse boeren gingen hun bedrijven uitbreiden, geld lenen ook om die bedrijven uit te breiden, zodat ze hun producten aan Europa konden verkopen. Nou, hartstikke goed natuurlijk, want zo was er in Europa eten en die Amerikanen waren blij om ze konden extra geld verdienen. Maar goed, zo gauw die Eerste Wereldoorlog over was, gingen de Europese boeren natuurlijk zelf weer meer produceren en hadden ze dat Amerikaanse voedsel niet meer nodig. En toen zaten die Amerikaanse boeren ineens met een probleem, want nu produceerden ze te veel. Ja, daardoor gaan de prijzen dalen, dalen de inkomsten ook, moeten er mensen ontslagen worden. Nou ja, dat is dus een belangrijke oorzaak voor een crisis. Wat zien we ook gebeuren? Nou, wat we net al zagen bij die krantenkop, die Zwarte Donderdag, die beurscrash, oftewel in Nederlands die beurskrach, zonder T dus. Die aandelenkoersen beginnen te dalen, maar heel veel Amerikanen hadden wel een groot gedeelte van hun spaargeld geïnvesteerd in die aandelen. En dat waren ze nu dus ineens kwijt. Hun vermogens werden een stuk minder. En ze hadden dus ook minder geld om producten te kopen, waardoor er nog meer overproductie ontstaat. Nou ja, zo zie je een beetje hoe dat werkt. Maar waarom waren die Amerikanen überhaupt zoveel geld aan het investeren geweest in aandelen? Dat kwam omdat ze het gevoel hadden dat het in de jaren 20 alleen maar beter kon gaan. De periode van het oude kapitalisme, zoals zij dat noemden, waarbij er af en toe een kleine crisis was, dat was nou voorbij. Vanaf nu zitten we in de periode van het nieuwe kapitalisme, een periode van vooruitgang. Men was heel erg optimistisch. En dat optimisme dat uit zich eigenlijk in het motto live now and pay later. Veel Amerikanen hadden het gevoel, oké, we leven nu, daarom wil ik nu bepaalde zaken hebben, zoals bijvoorbeeld een auto of zoals bijvoorbeeld de radio. En dan moet ik nu misschien even wat geld voor lenen, maar omdat het toch wel goed gaat en ik blijf mijn werk toch wel houden, kan ik dat later wel afbetalen. Dus ze staken zichzelf in de schulden om dingen op afbetaling te kopen. En ze spaarden dus niet meer, die Amerikanen, of in ieder geval een stuk minder. Dus als het mis zou gaan, hadden ze geen appeltje voor de dorst meer. Ja, en Amerikaanse banken die gingen er ook in mee. Die banken die hadden eigenlijk niet zomaar al dat geld uit moeten lenen. Maar dat deden zij dus wel. Die banken konden daar natuurlijk zelf ook geld aan verdienen door de rente die erover betaald moest worden. Maar daardoor werden die banken ook wel instabiel en banken konden daardoor ook heel snel failliet gaan. Maar goed, de politiek, de Amerikaanse overheid, die had er zelf aan meegewerkt, want ze hadden niet genoeg toezicht op die banken gehouden. En hier hebben we eigenlijk de belangrijkste redenen staan voor het uitbreken van die wereldcrisis. En wat zijn dan de belangrijkste gevolgen van die grote depressie, de Great Depression, zoals de Amerikanen het noemden? Nou, je kunt het wel raden, een hele hoge werkloosheid, zoals we al die man zagen in Nederland, zien we hier in Amerika staan. Wie zorgt er voor mij voor een baan? Ik wil geen liefdadigheid, nee, ik wil gewoon aan het werk. Maar goed, de werkloosheid liep in de jaren 30 enorm op, in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen. Dat zorgde ook voor allerlei andere sociale problemen. Grote armoede, er ontstonden krottenwijken in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Het was voor veel mensen die hun baan kwijtraakten, geen spaargeld meer hadden of iets, toch wel diepe droefenis, ellende en armoede. En het was dus ook
een wereldwijde crisis. Want doordat er steeds meer sprake was van internationale handel, werden ook andere landen die veel met de Verenigde Staten samenwerkten daardoor getroffen. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat er in alle kapitalistische landen in ieder geval op de wereld toch wel sprake was van een crisis. En daar is toch wel dat woordje kapitalisme weer eentje waar we even bij stil moeten staan. Dat hebben we in tijdvak 6 al een keer voorbij zien komen. Kapitalisme was het economisch systeem met als belangrijkste kenmerk het winststreven, privébezit en concurrentie. Het economisch systeem dat eigenlijk ook heel goed past bij het liberalisme. En dat was in bijna alle landen in de westerse wereld, was daar wel sprake van. Er was weinig toezicht door de overheid, zoals we net al zagen bij die banken ook. En daardoor kon die crisis zich ook snel uitbreiden. Je ziet op dit kaartje hier linksonder dat er één land is dat er uitspringt, waar de economie alleen maar blijft groeien door de jaren heen, dat is de Sovjet-Unie. Maar dat was dus ook geen kapitalistisch land. Daar was een geleide economie in die communistische Sovjet-Unie. Maar goed, terug naar de kapitalistische wereld, terug naar de Verenigde Staten. Hoe gaan ze dan om met die economische crisis? Wat gebeurt er als die crisis uitbreekt? Nou, de Amerikaanse regering doet in 1929, als die crisis uitbreekt, eigenlijk helemaal niks. Dit is de man die dan president is, Herbert Hoover, en hij is een overtuigde liberaal. Komen we weer terug bij tijdvak 8, het liberalisme, die politiek-maatschappelijke stroming. En hij gelooft dat het beter is om niet in te grijpen in de economie. De overheid die gaat dus ook niet veel investeren in het land om het land er weer bovenop te helpen. Er wordt niet veel geld gegeven. Die crisis gaat vanzelf wel over, zegt hij. Die hoort er nou eenmaal gewoon een beetje bij. Niet ingrijpen in de economie, want daarmee breng je de economie uit balans. Die herstelt zichzelf alweer. Bovendien, als wij iets van uitkeringen zouden gaan geven of zo aan mensen, ja, dan zouden die mensen alleen maar lui en afhankelijk worden van ons. En ze moeten juist zelfstandig zijn. Dat is wat de liberalen graag wilden. En we houden dus ook gewoon vast aan de gouden standaard. De koppeling van de dollar aan de goudprijs. En daardoor werd die dollar toch ook wel heel erg duur in andere landen. Want goud verminderde niet in waarde. En daardoor bleef een dollar gewoon heel veel waard. Dus Amerikaanse producten bleven ook heel erg duur. Klinkt misschien ingewikkeld, moet niet te lang bij stilstaan. Of vraag het eens aan je economieleraar. Maar goed, dit hielp dus niet. Die politiek van laat maar baaien, van laissez-faire, zoals de Fransen zouden zeggen, van niet ingrijpen. Want de crisis werd alleen maar erger. Toen uiteindelijk in 1932 presidentsverkiezingen waren, was al meer dan 20% van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos. 1 op de 5 mensen die zou kunnen werken, had dus geen werk. En dat liep op tot 1 op de 4. En op een gegeven moment, 1933, zelfs 1 op de 3 mensen die zou kunnen werken, die zonder werk zat. Dus er moest iets gebeuren. Nou, presidentsverkiezingen dus in 1932, die worden gewonnen door deze man, president Franklin Roosevelt. En vanaf januari 1933 is hij dan de nieuwe president. En hij wordt dus president omdat hij belooft iets aan die crisis te gaan doen. Hij zegt, deze crisis is zo groot dat we wel in moeten grijpen. Deze crisis gaat niet vanzelf over. En hij zegt dus dat de overheid actief moet gaan ingrijpen in de economie. En hij komt met het plan van de zogenaamde New Deal. Het nieuwe plan eigenlijk, zo gezegd. En voor de Amerikanen is dat ook iets heel nieuws. Want die zijn heel liberaal. Die houden niet van een overheid die zich te veel met de maatschappij bemoeit. Maar wat was er nieuw aan deze deal? Het feit dat de overheid zich nu juist wel heel sterk met de samenleving ging bemoeien. De Amerikaanse overheid pompte heel veel geld in die economie. Mensen kregen uitkeringen. Boeren kregen subsidies, bedrijven kregen subsidies, mensen werden aan het werk gezet in projecten die door de overheid werden opgezet, bijvoorbeeld de aanleg van spoorwegen of stuwdammen of iets dergelijks. Waarom? Omdat mensen dan weer geld hadden en als ze geld hadden, konden ze dat weer uitgeven. En als mensen geld uit gingen geven aan producten, moesten er weer producten gemaakt worden en dan begonnen die bedrijven dus weer te lopen en dan moesten weer nieuwe mensen aannemen, zodat die mensen ook weer geld uit konden gaan geven, zodat eigenlijk die hele economie weer op gang kwam. De theorie van Keynes, die zit hierachter voor de mensen die economie hebben. Dat is dus iets heel nieuws voor die Amerikanen, maar goed, die New Deal die leek in ieder geval wel een beetje te helpen. Want de Amerikaanse economie leek erop vooruit te gaan, de werkloosheid die leek af te nemen, en bovendien, omdat de gouden standaard werd losgelaten, werden Amerikaanse producten voor het buitenland ook weer goedkoper, dus kwam de internationale handel ook weer een beetje op gang. En Roosevelt leek het met zijn New Deal, alhoewel er ook heel veel kritiek op was van Amerikanen, dus een oplossing te hebben gevonden voor die economische wereldcrisis. Maar goed, uiteindelijk is zelfs zijn New Deal niet genoeg. Er komt ook nog een tweede New Deal, maar die helpt ook niet. En uiteindelijk is het pas de Tweede Wereldoorlog die ervoor zal zorgen dat er een einde komt aan deze crisis.